Nog een keer. Ja, doe maar. Laat hem maar los. Max. Max, ga kijken. Ga kijken. Hoi allemaal, leuk. Jullie kijken naar weer een nieuwe vlog. Het is eigenlijk... Ja, ik ben eigenlijk 12 jaar oud en ik heb liefde nieuws bij. Hallo. Maar het is een soort van versievlog, maar eigenlijk ook niet, want we werden gisteren opeens uitgenodigd om foto's te gaan maken bij Versie. Voor een of andere KRS iets of zo, ik weet niet. Maar dan met alle liedjes bij Versie. En ik heb even mijn wedstrijdbroek aangetrokken en blaars en nog een leuk shirt en een vest. Want ja, iedereen heeft zijn wedstrijdbroek aan volgens mij. En we hebben net lekker pannenkoek gegeten bij mijn vader. Het was heel lekker. Dankjewel papa. Nou, we zijn het weer. We hebben het mooi gemaakt. Ik heb er allemaal knotjes. Ja. Ah, je wordt zo mooi. Voor de foto. Maar jij bent wel verstandig. Jij hebt gewoon je trainingsbroek er nog overheen gedaan. Precies. Ja. Want ik zag het natuurlijk weer helemaal voor me. Dat wordt dadelijk die staak zwart. Ja, dat doen wij met wedstrijden ook altijd. Maar vandaag heb ik er niet aan gedacht. Hij doet wel een beetje. Nou ja. Ach ja, de was is geduldig. En wie hebben we daar? Hallo Brechtje. Jullie kennen haar nog wel. Ze heeft vorige keer de vlog overgenomen eventjes, hè Marie? Ja. Toen we op vakantie waren. Ja. Zetten we nog wel eventjes hier erin ergens. Wat is het? Rechtsboven geloof ik. Daar. Dit is de reden waarom onze Bo gewoon een trainingsbroek eroverheen heeft. Volgende keer Marina. Hij zat net een monumentje. Ja, en normaal doe ik het altijd. En ik had zoiets van hoi. Nou, eens even kijken of het helemaal ja, ik vind je hartstikke lief. Wat gebeurde er net? Hij zak stong in mijn bek. Maar ik gaf hem zo'n kusje en dan hop. Even lekker tongen. Ja. Nou, jij kan in ieder geval zeggen dat je al een keer getongd hebt. Alleen als ze dan daarna vragen met wie, heb je wel een probleem. Ik denk dat best wel raar overkomt, ja. Nou, we gaan op de foto bij Furs. We lijnen dan af met een zakkie. Kijk, ze zwaaien. Furs! Ja, die heb ik. Is je mooi, hoi! Je moet daarheen kijken. Ik film, dat komt wel goed. Kijk daarheen. Hij wordt liever gefilmd. Weet je wat ook werkt als je hem open doet? En zo klapt. Dat hij wind vangt. Open en... Klap! Schrik en obstakeltraining. Furs, ik ben hier met de camera. Oh, wat is die mooi, Fussy. Jij gaat een paardengeluid proberen. Doe jij je eentjes, Marie? Oké. Ja. Ja, zou ik het doen? Ja, oké. Nog een keer. Ik heb ook nog hier krijgen we paarden. Oh. Hier, wacht, ik heb ook nog deze. Die is heel mooi. Nog een keer. Nog een keer. Het interesseert me echt helemaal niks. Nou. Volgens mij zie je hier met een hele fanfare langs gaan dat het nog steeds even... Hey, die is leuk. Nog een keer. Ik heb foto. En als jullie met z'n versie. Drie daarnaast. Ja, maar hij wordt zat. Ik denk niet dat we zo ver komen hier. Ho. Blijf. Goed zo. Ja, hij heeft een heel speciaal bit in, jongens. Dus vandaar dat we eventjes... Hallo Fussie. Oh. Hoi. Fussie, hier blijven. Hoi, wat hoor je? Wat is een mooie motor. Fussie. Ho. Je hoeft niet naar me toe. Mee me aannemen. Niet te veel, niet te veel. Ja, ik denk dat het makkelijk is, het mooi is. Nou, het is dus niet. Kan je 24 zijn? Je moet even wachten voor de mensen weg zijn. Ja. Lachen! Je moet alleen loslaten als je gered bent. Oh, sorry. Zit hier. Ja, inderdaad, als je gered.
Hou je waffel nou eens op elkaar, pony. Oh, die is mooi. Ja. Nou, nog Rinneke, dan is die helemaal gaan. Dankjewel, Furs. Juist daar. Mama, is die van mij ook mooi? Ja. Ja, je hebt echt hele mooie foto's. Ja, je hebt ook hele mooie, Marien. Oké. Sorry. Oh, hij heeft echt gemunt op jou. Rinneke, van die gekke wijven. Hij liep bijna een miljoen ons erboven. Hij ging gewoon even een stukje zijwaarts. Ja. Hij denkt, ik moet toch set? Ja, ik heb toch mijn zetbedje in. Kijk, dat zijn de mooiste foto's als die dat doet. Oh, dat is precies zo. Ja, ach. Ja, klaar. Mooi. Nou, ik dacht dat het niet. Oh nee, wacht, je hebt geen telefoon. Ruzie in de honden zijn goed. Ja, volgende keer ruzie in de honden. Zo, heel even lekker in de bak, allemaal om en om. En zometeen zien jullie de foto's, hè, van de meiden. Die plakken we er even achter. Ja. Ja, mooi Marie. Oh. De kleine man. Ja. Gaan we zo weer wisselen hoor, Marina. Dan gaan wij naar huis. Tabo. Ja. En Brechtje. Jij gaat zo. Jee. Nou, en wij gaan naar huis. Ja. Hey. Nee. Nou, er gaat zo meteen iets heel spannends gebeuren, jongens. Want Edgar, dat was eerst de baas van Max. En die heeft Max aan ons gegeven toen Max een jaar of 4 was. Maar Edgar, die moest dus naar het buitenland voor zijn werk. En daarom heeft hij Max aan ons gegeven. Want hij moet vaak naar het buitenland voor zijn werk. En om dan weer Max weer naar hem toe, dan weer naar ons toe. Dus hij heeft hem aan ons gegeven. En daar zijn wij heel blij mee. Maar hij is nu echt heel lang weg geweest naar het buitenland. Echt heel lang. Echt een paar jaar. Dus hij gaat zo komen. En ik ben heel benieuwd hoe Max gaat reageren. Dat gaan we zeker filmen. En Luca. Want Luca kent Edgar ook heel goed. Ja. Ben benieuwd. Spannend. Ik ben echt benieuwd hoe hij gaat reageren. Ik heb er zin in. Ja. Het is echt een paar jaar. Het is niet een paar maandjes. Nee, echt een paar jaar. Het is 3, 4 jaar. Dus ik ben echt benieuwd, joh. Ja. Dadelijk vreet ze hem op. Van blijdschap. Of misschien dat hij denkt van... Hey, hoe de fuck ben jij? Nee, dat verwacht ik nooit. Ja, hij wil niet, zeg maar, ook donkere honden die groter zijn dan hem, zeg maar, vindt hij ook niks. En ja, alles wat heel groot is, en Edgar is ook groot, vindt hij gewoon... En donker. En donker. Ja, niet discrimineerd. Nee. Maar zo is Max. Die denkt, want hij is natuurlijk wit... Dat is donker, dat is... Nee, dat is niet leuk, weet je wel. Ja. Maar dat heeft hij bij het koningshuis gehad. Max discrimineert wel. Ja, Max is gewoon een discriminerende hond. Ah, nee hoor, Maxie. Hé, blanke. Oh. Snow White. Hij is er en dan komt hij zo aanlopen. Gewoon zenuwachtig. Max staat achter de deur verstopt. Loek is daar. Ja, doe maar. Laat hem maar los. Max. Max, ga kijken. Ga kijken. Dit is zo leuk. Die loopt ook heen en weer te rennen. Dit is hetzelfde wat hij doet als hij mij ziet. Gaat hij helemaal van die gekke bokkensprongen maken. Hoor je hem praten? Wie is dat, Max? Hey! Ja, dan zet ik even de camera uit, jongens, want nou moet ik even kroelen. Max zit op de bank. En waarom? Weet ik eigenlijk niet. Nou, omdat Edgar er is! Ja. Alleen speciale gelegenheden. Ja, zoals dit. Leuk hè, Max. En hoe vind je het, Ed? Hartstikke top. Ik vind het hartstikke top die jullie te zien. Hé, Marien? Ja, eindelijk. Maxie. En jongens, echt waar, wat ze ook schrijven op internet. Een hond onthoudt en herkent. Echt waar, we hebben een bewijs. Nou, het is nu al wel heel erg laat en ik ga zo lekker slapen. Nog een beetje op de telefoon en zo, als ik weet waar die is. Maar het was echt super leuk en ik heb het altijd naar mijn zin gehad vandaag. En
Het was ook heel bijzonder hoe Max op Edgar reageerde. En ik vind het ook heel leuk dat Edgar er weer is. Ja, ik vond het heel leuk. Jullie krijgen zo alle foto's te zien van Fursie. Dus ja, die komen er nu aan. En tot morgen allemaal. Joe! Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer allemaal op mijn kanaal. En doe een duimpje omhoog of omlaag. Wat je zelf leuk vindt. En ja, jullie nou nog meer filmpjes zien. Die zijn hier. En als je die nog niet hebt gekeken, moet je dat even zien. En ik zeg, joehoe!